Hallo, dit is het nieuws vanuit de binnenwereld in anderhalve minuut. Kinderachtig werd het genoemd, zwaar onderschat en onbeholpen en tegen alles indruisend wat goede smaak betreft. Politici hadden geen goed woord over voor het darmkanaal waar SBS6 vanaf volgende maand mee wil beginnen. Het darmkanaal zal 24 uur per dag boeren, scheten, oprispingen en ontlasting uitzenden van zangerpresentator Gerard Joling. Volgens persvoorlichter Ernst van der Staal is er behoefte aan een nieuw televisiekanaal waarop te zien is wat er allemaal omgaat in populaire artiesten. Ja, en Gerard heeft altijd als kritiek gekregen dat het bij hem alleen maar buitenkant is wat je van hem te zien krijgt. En wij als omroep willen graag het publiek de kans bieden om ook een kijkje in Gerard Joling te nemen om te zien hoe het daar aan toe gaat. Bang voor kritiek is Van der Staal niet. We hebben de scheid aan. De postsorteercentra van TNT Post gaan het voorbeeld van IKEA volgen en geven alle sorteerbakken voor binnenlandse post jongensnamen. Zo zal de sorteerbak voor de postcodes 3540 tot 3560 Egbert gaan heten. Dan zal de bak voor het postcodegebied 1040 luisteren naar de naam Sjors. Voor de sorteerders zal deze maatregel verwarrend werken. TNT Post vraagt het publiek daarom begrip voor de te verwachten vertraging bij het bestellen van de post. Oud-minister en bankier Gerrit Salm complimenteert de provincie Drenthe met de snelle invoering van de euro. In Drenthe kan sinds vorige week ook met de euro worden betaald. Het oorspronkelijke Drentse betaalmiddel, de stomp in het gezicht, blijft tot eind dit jaar ook nog in gebruik. En tot zover Binnenland 1. We zijn er volgende keer weer en natuurlijk weer met meer nieuws. Dag!